ons is bij Huntex, dit is dag 3. Dit was eigenlijk de eerste keer dat ik kans krijg om met Schalk te kan praten, wat die zo een Sol 2 is, bij die Fanatics stand. Jullie gaan na die tijd hier zien, ek gehou dit daarvan om die vooraf jullie te verwijzen om hier uit te kunnen draaien. Schalk, altijd lijkt ons om het gezellig. So, Schalk is eigenlijk die gezicht van APW. En als ons producten voor jullie krijgen in die winkel, is dit die man met wie ons gezellig. En zeker te maken, jullie krijgen die product bij ons in die winkel beschikbaar. Pieter Zwang, gefoute bombaal. Ik heb gisteren alles om gekijk kruis. My dear. So, vertel eens een beetje van die producten. Ik denk dit is die belangrijkste. So, Sikkels, ons beste verkoper en wat, ja, is ons mandrel stelle om jou neck tension een beetje meer te beheer. Okay. Ons het destijds besluit om een stelletje te maken, dit is daar ons van meer so baie geld en tyd in die reloading kamer. Om het so moois te maken, ook op die tafel staan, maar ook wat het werk. Je weet, so dit is maar, ons matte is soos hy met eerste werk en dan kan het goed lyk. Ja, ons het totaal baie geld gekoop, so dit, ja, while you spending the money, laat het tenminste so mooi lyk. Die gebeure destijds op hier en so die ouwens, maak sin om jou, je weet, goed is te laat mooi lyk en op die selfe tyd krijg. En die mandrels werk, so ons gebruik jy self, ons het een daar so in die winkel of een van die make-up presse wat jy kan toets en voel hoe werk dit. Dit is regtig amazing en maak verskrikkelijk groot verskil in jou hair white process. Ja, so ons nou deesdae, dit is een nieuwe enigie wat ons gemaakt het, dat ons die titanium nitride coating wat jy opzit, so jy hoef nie meer so baie loop of toe te bereik in die tyd. Dit is skrikkelijk hard, so hy sal nie dat hy ooit gaan deurwee nie, Ja, tel glad nie op as jy besluit om nie loop te gebruik nie. Een nieuwe product is. Hier is net een beetje tyd spaar, maar wat ongelukkig is, die duurder, maar jy weet, ons het so baie gevraag vir carbide goed, en dit is een goeie, ek krijg al die benefits van die carbide sonder die mal prijs van die carbide. Ja, so dit is ons en hy is nou onlangs. Ja, dit is nog, hier is een van die prototypes, ons het een klompje uitgestuur vir ouwens van baie herlaai om dit toets. Ek gebruik dit al vir die laatste 2 maanden en ja, dit werk. So hou dan ons al verskakelde vraag dat ons van dit daar by die winkel ook kan inkring. Ja, en dan volgende is, maar wat ons heel eerste product wat ons begin het mee was maar die muffle brakes. Dit was waar die hele APW nou begin het. Ek wou vir my iets maak wat iets anders was. Destijds was die opkomst, dit is nie so groot as vandag nie. En ek en nou Pieter Malan het toen opgekom met die ouwkeers hulle begin toets en ja, hulle werk besonders goed, hulle haal baie rekel weg. Ons het laatst naam weer geshoot gehad en Christus strijd om Christus, julle leer daar zo. Hy het so groot ouwkeer op sy 3-3 aflapel. Ja. Dit is net amazing. Maar gebeur so stil. Wat hulle hele paar ouwens voor gesê, dat kiemers gesien, met die monster en dit skielik, na so iets, jy weet, na so event in die ouwens kan hulle ek sien hoe goed hulle werk, skielik kan jy soms sien hoe die ouwens bel en navra doen en ja, so ons het nou van een 4-port, 5-port, nou die monsters, jy krij hulle in een polished finish, ons maak hulle ook in die titanium wat baie lig is, en het lyk ook maar nou net mooi, die ouwens is uniek, elke geen lyk anders as die ander ene, dit is onmoontlik om hulle selfde te maak, het is skrikkelijk lig in het, jy weet, hulle is een ongeluk in die titanium wat ons van Amerika af in krij en maar het op die tooling en ja, en dat is nou een nieuwe ene van die groter kaliber, so 375 Shytex, vir ELR, die is een Titan, hy het 6 ports, nog een beetje groter, nog een tyd gehad om hier na hier te heen nie, maar ja, ek het al om op vriendes 375 Shytex geskiet en ek op soos 300 min my, so op die eerste hoe die goed is, so die wiskunde achter het verstaan en die oude uit self te doen, sit dan sê my vir bieke, ons nou gaan daar na die maar daai ouwkie toe, maar ons praat vir bieke oor julle Hobbits, yes, dis ons silencer, suppressor, hy het een interne stainless steel breik, ons het al kort en compact, ons match, vou, hy het een externe breik, hulle is nie die stilste nie, maar die getal is wel weg, en dit is, ons is maar competitie skits, so, dis waar ons basis altijd begin is om my misse te sien, of die raak, te sien, en ek denk dit gaan baie goed terug as ou jag, jy weet, ek wil nooit twyfel, het ek die bok reg geskiet of nie, met die ouders hier blij op die teken, die skiet die bok nie weer as het goeie is, soos. Best, dit is die raas skiet, en jy is uit jou skoen, en nou moet jy jou saak weer vind. Ja, en jy weet, soms is die blakskoot in die goede hart gevolg, so jy moet hulle, en nou, as jy op die bok blij, is baie makkelijk om te volg die dit hulle skoot, en nou skop jy af, en nou is al 30 bokke wat hart klip, en jy weet, nou moet jy aan die ouders op die klas hee, en ja, so dit was maar ons rol. My boekie het 2 en op sy 2-2-3. Ja, op my 2-2-3 is het nie die externe breik, jy kan nie die cap opzit, dan is hy een beetje stiller ook nog, nog korter,
dat ons vir die groter oudjies die Hunter, hy is nog stiller, hy het een hele paar meer baffles in. Ja, maar die concept bly maar dieselfde, maar 300 Winmax, ons het die wat hulle op 300 Norma en Koen stiek te skiet en die recoil wat hulle weghaal, is so nabij aan een break, maar wat een experience het sachter. Maar ja. Break is een concussion en je weet, as ons competitie iets soms, ja, 50, 60 schoot het is, nee, dan jy hoofpijn. En dit, het 338 van die hele dag, je weet, om jou afgaan met die breaks, ook voel ik. En dat alles iets sachter, vir die dames ook wat skiet. Je weet, het is nou een beetje harder, maar Al die flinch erbij, want ik dat is van die recoil is wat. En dan jullie nieuwe oudjes? Nieuwe oudjes is ons Little Bird. Het is voor die oudjes. Ons het optie met die tuner aan. Of is het een lekker kort, compacte optie, wat nou net een cap in het. Hij is net vol baffles, dat is tubestel. Je hoort die slagpin in jou. En die hoort jou tyk in afhand, en die hoort die een sprint in. En met die ammo availability, wat ons altijd zo goed is, nou met die .22 is nie, as die tuner het, as jy van brand moet verander. Kom altijd weer stel, kyk hoe dit gaan. Ek het om nou die dag getoets en jy het my geweer skiet die CCI so goed, maar jy het van die Elies wil hy nou nie lekker skiet en ek die Elies gekry om myself te skiet vir die CCI skiet. En ek het nie gedraai en afhaat. Ja, obviously gaan nou nou nie met goedkoop ammo kruid kan maak nie, want jy gaan my nog altyd jou IS hee. Ja. Maar as sommige punten hou nie van die CCI nie, maar hou van die ANI en hou kan nou nie meer weer kry. En jy kan kry dit. Jy kan bietjie meer speel met die verskillende brand. Ja, so vir die klein compact gehou. Ons gaan van hulle ook nou by die bank op. Hopelik in hierdie week beskikbaar, hè. Ja, en dan hierdie ookie. Laaste ookie. Dit is ons Carbon X Golf Hybrid Chassis, wat ek julle wil noem. Ja. Ons het probeer hierso, jy weet die lekker sagte feel wat van hout weer teruggebring. Gewig, hulle weeg so tussen 1.2 tot 1.3 kg hang raam wat se inlet jy. Die vat is lekker lig. Ek die skerp hoeken, goed as hy nou rondloop, dit om die kaverse af te kom. Hy het plek vir wikes in die binnenkant, hy het plek vir wikes in die buitenkant. So jy kan hom uitstabiliseer as jy sou wil. Ja, ons kan hom, jy weet die white kits sluit ook, white kits spices achter in om die balans recht te hou. Jy kan hier so op en af probeer vir jou, dit is een grazer. Hier achter kan jy hoeveelheid met die spices nou maar net ook stel. Hy ship met die ATRL wat ook op die kusine het. Slim start posities vir jou as ek om met die belt wil draag. Dis nou rarig as jy iets nice soek om jou te jou best op both worlds. Jy kan alles doen. Ja, best op both worlds. Ons doen dit tans in Remington 700, kort en lang actie, halwe kort en lang actie. Pika short action, volgende gaan nou lang actie wees op Pika's. En ja, ons werk nog aan die ander inlets, dit is maar dan. Dit gaat uit. Ja, dit gaat uit. Maar die ouwens wat hulle skoot het, hulle terug hulle skoot. Ja. Die ouwens is baie impressed met hulle. Die carbon fiber vir een of ander rede absorbeer die coil ook anders. Hele gevoel, hier is terug na silence op die noorde breik. Dit is sachter, dit is, jy weet, daar is nie vibraties nie. Dit is ietsie anders om, en draardig om het te met die experience. Ons gaan definitief een plan maak om twee te krijg daar by die bank onder die ouwens gaan filmen. Ja, en hy kan 10 ronde of 5 ronde mag vat. 5 ronde kom nooit flash onder met jou mag wel. Weer eens met jou geëindes. Ja, die pakheid magasijn draag soms in die apart. Maar oor het een detachable mag is ook nog maar aan die kant. Dus net met een tjoep in en jy is recht om een skoot te vat. Dus waarmee dat hou die sikkel om rondjes op in te krijg. Dus detachable mag werk nog maar lekker. Ja. Ons ek het julle so vinnige videoetjie vat van al die producte wat hulle hier so saam gebring het. Natuurlik glo ek julle kon nie alles saam gebring het. Ja, soos Aardra en ons die ander goed is wat ons nog maak. Maar een breed spek. Ja, net so breed spek. Ek het alles gedoen moeilijk om soveel as moeilijk hier te kon kry in laat aande. Ja, maar ons is baie dankbaar om hier te wees. Dankbaar vir julle. Dankbaar vir julle wat ons ondersteun. En ja, ons goed is koop. Lekker om saam te chatten. Dank u. Nou verskalk los het red, want hier staan nou rechtig een klomp mens aan die andere kant van die kamera wat bitter vraag die hommel uitkom. Ouwens, altijd lekker om saam julle te gesels. Kijk uit vir die producte, dit is rechtig fantastische producte. Skalk, dankie vir julle. Baie dankie, ja, dankie vir allemaal soms. Lekker, was ek.